Gie, mijn printcartridges zijn weer al leeg. En ik heb nogthans maar 5 of 6 bladzijden geprint. Allee, dat kan toch niet? Inderdaad, een heel terechte vraag. En inderdaad, de constatering is juist. Hoe komt dat nu? Wel, bij inkjetprinters heb je dus een printkop die over je blad heen en weer gaat. Dat hoor je wanneer je aan het printen is. En die op het juiste moment, op de juiste plek, een minuscuul druppeltje inkt spuit. Vandaar de naam dus inkjet. Die druppeltjes zijn zeer klein. Rond de 1 picoliter slechts per druppeltje. Nee, 1 picoliter, dat is een biljoenste van een liter. Dus mega, 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 mega klein. Nu, je begrijpt ook, als je zo'n heel dun druppeltje wilt kunnen spuiten, dan kun je naar die printkop ook geen buis gaan leggen van 1 duim dik. Dus al die printkanaaltjes waaruit die minuscule, minuscule, minuscule druppeltjes komen, zijn ook allemaal minuscuul, 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 minuscuul. En je weet ook, inkt droogt op. En dat betekent dat die kleine kanaaltjes kunnen gaan verstoppen. En die printer weet dat ook. En die printer weet ook van dat mensen niet graag hebben dat wanneer er gaat geprint worden, dat er strepen in de tekst zitten, witte strepen in de tekst zitten, of kleuren of witte strepen in de foto zitten. Dus wat denkt zo'n printer? Aha, ik heb een ganse tijd niet geprint, of iemand heeft de stekker uit het stopcontact gehaald, of mijn stekkerblok aan en afgezet. Dan denkt die printer van, oké, ja, het zou nu wel kunnen zijn dat ik toch wel al een paar kanaaltjes heb die aan het verstoppen zijn. En dan gaat de printer aan koppenreiniging doen. Nu, je weet ook, in zo'n inkjetprinter, daar kan er geen complete wasinstallatie met een haardroger en schuim en dergelijke dingen zitten om die printkop te kuisen. Dus, wat doen fabrikanten om de printkop te kuisen? Zij gebruiken een vuile truc. En dat is zowel letterlijk als figuurlijk te nemen. Zij gaan met volle snelheid gewoon inkt door die printkop jagen. En die overtollige inkt, die wordt natuurlijk niet op je blad gespoten, want het zou nogal een vieze, vuile plek worden, maar die wordt opgevangen in een waste ink tank, een afval inktankje, om het met een prachtig woord, zonder spaties trouwens, te schrijven. En in dat inktankje zitten er ook meestal absorberende watten, die ervoor zorgen dat die inkt mooi geabsorbeerd wordt en geen drijvende, vieze smurrie blijft. Nu, terwijl zo'n printkop gekuist wordt, gaat er dus redelijk wel wat inkt verloren. En je merkt dat misschien wel wanneer het een lange tijd geleden is dat je geprint hebt en je vraagt een afdruk. Dan gaat je printer puffen, rammelen, zuchten, steunen en allerlei vreemde geluiden maken. En dat is het moment dat hij eigenlijk bezig is met zijn reinigingsproces. En op dat moment mag je denken van, mijn euro's inkt vallen in dat waste inkbakje. En dat kunnen echt euro's zijn. Dat is dus echt ongelooflijk hoeveel inkt daar verloren gaat in verhouding tot wat je later eventueel gaat uitprinten. Dus dat is in feite wat er gebeurt als je dus lange tijd niet geprint hebt, of wanneer je de stekkerblok aan en afgezet hebt, of de printer uit het stopcontact hebt gehaald. Nu ja, hoe kun je dat voorkomen? Want ik ga even een korte anekdote vertellen. Dus een aantal jaar geleden had ik eens iemand die had als foutmelding op zijn printer gekregen van dat de waste ink tank vol zat. Dus die wou dat gereinigd hebben. En dan moet ik je vertellen, ik was zelf ook geschrokken. Ik bedoel, ik wist niet dat alle vakjes onderaan de printer van binnenin, waar er ook maar plaats was, vol kon zitten met watten. En die zaten bij die man inderdaad ook allemaal vol. En ik kan je zeggen, het verschil tussen de vuile matten die ik in 1 plastic zak had gestopt en de nieuwe matten die ik in een ander plastic zakje had gekregen, dat was duidelijk merkbaar. Als je weet dat een cartridge van 5 milliliter inkt, 5 milliliter, dat is dus eigenlijk bijna geen gewicht. Maar als het verschil tussen de volle watten en de lege watten werkelijk voelbaar wordt, dan weet je dat er in die volle matten honderden euro's aan inkt zijn verloren gegaan, gewoon door het koppenreinigingsproces. Dat was echt een eye-opener voor mij, schokkend. Ik herinner me nog altijd alsof het gisteren was, dus onvergetelijk om dat mee te maken. Natuurlijk ook wel erg voor de klant zelf, van, bedoel, honderden euro gewoon weggegooid geld. Hoe kun je dat nu voorkomen? Wel, het is allemaal heel logisch. Je weet hoe het gebeurt en dus weet je ook onmiddellijk de oplossing. Probeer niet om de zoveel weken eens een blaadje af te printen, maar probeer je printwerk te verzamelen. Dus in plaats van elke week 1 blaadje af te printen, probeer gewoon op het einde van de maand 4 blaadjes af te printen. Ik geef toe, dat is niet altijd praktisch haalbaar. En bij sommige mensen kan het ook echt niet. En dan moet je eens gaan denken van, heb ik wel echt kleur nodig?
Want als je geen kleur nodig hebt, dan kan het de moeite lonen en zal het ook meestal de moeite lonen om over te gaan naar een zwart-wit laserprinter. Nu, een laserprinter is ook niet perfect. Daar gaat ook een beetje van de toner dan verloren, maar dat is gigantisch veel minder in vergelijking met wat er verloren gaat aan inkt in een inkjetprinter. Dus bij de meeste klanten die 2 keer per jaar hun inkcartridges moeten vervangen, ook al printen ze per jaar maar 10 of 20 bladzijden, die hebben na 1 jaar meestal al het prijsverschil tussen hun laserprinter en hun inkjetprinter terugverdiend. Dus daar is de tweede oplossing die je misschien toch eens in overweging moet weten. Ziezo, ik hoop dat dit weer een nuttige video voor je was en dat je echt wel heel veel geld kunt besparen op nutteloze, weggegooide inkt. Bedankt om het kijken en graag tot de volgende.